Het Statieplein in Remuines deden zich morgen volledig ontruimd, nadat begraafwerkzaamheden een gasleiding werden geraakt. Dat gebeurde op het plein tussen de statie en de singel. De hele omgeving werd afgezet en een aantal omliggende gebouwen ontruimd. Ook werden het treinverkeer van en naar Remuines volledig stilgelegd. Met name de afsluiting van de singel zorgde voor veel problemen. Het autoverkeer moest zich een andere weg door Remuines in te vinden. Nu ook de roerkade en richtingsverkeer is, was dat erg ingewikkeld. De gasleidingen die werden geraakt is een hoofdgasleiding. Het gas was grote ruiken op het statieplein in Remuines.